Na twee keer de minister-president aan tafel te hebben gehad, is toch wel duidelijk dat vandaag een site vooral geschikt is voor kroegpraat en niet voor een inhoudelijk interview. Zelfs Wilfred Gené, die flink wat ervaring heeft met serieuzere interviews, slaat tegenover premier Mark Rutte een modderfiguur. Wat zit hier precies achter? Het rendezvousje met Rutte was niet alleen oppervlakkig, maar ook de typische VI-grappen en grollen ontbraken. Is de uitzending kapot gemaakt door een PR-team? Evert Santegoed sluit het niet uit. Of het nou uitonderhandeld is of niet, maar het was een beetje een matte sfeer aan tafel, zegt hij aan de desk van Shownieuws. Evert wijst erop dat er de vorige keer tenminste nog een dildohelm op tafel werd gezet. Ik had wel wat vuurwerk verwacht. Je ziet een beetje terug op Twitter dat de mensen het een beetje saai vonden en tegenvallen, vooral als je naar Van der Gijp keek. Die heeft bijna geen woord gezegd. Die voelt zich daar volgens mij helemaal niet senang bij. Angela de Jong slaat zelfs alarm in een extra vroeg gepubliceerde column, die het AD eruit heeft gestuurd als pushbericht. Vergeef me dat ik naar voetbaljargon grijp, maar ik kan maar één term bedenken die recht doet aan wat er maandag gebeurde aan tafel bij Vandaag een Site. Het was een totale walkover. Het VI-trio werd wederom, finaal afgedroogd, door Rutte, vindt Angela. En Gerard liet geen enkele boer, zelfs geen kleintje. Kortom, alles wat Vandaag een Site maakt, ontbrak. Uit respect naar de minister-president of had diens PR-team stevig onderhandeld? Talkshow-regisseur Bert van der Veer had er meer van verwacht. René van der Gijp bracht nog even Out of the Blue China ter sprake, maar was verder geheel afwezig. Zullen we het gewoon niet doen, het maandelijks gesprek met de minister-president, schrijft hij op zijn opiniekanaal. RTL Boulevard sterverslaggever Joost Maiburg is teleurgesteld. Als het optreden van Gerard Joling het hoogtepunt van de uitzending is, weet je genoeg, slapend, twittert hij. Meilandjes biograaf Jan Dijkgraaf schrijft, reten saai vandaag, dat Vandaag een Site. Rens Muller, redactiechef van De Gooi en Eemlander, afgeven op 1 en ondertussen even slaapverwekkend zijn. En storybaas Guido den Aantrekker, was erg saai. Pensaba en tu traición, cómo fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi